Dit is geen Nederland in beweging, maar een repetitie voor een paaldansact. Armen stil, draai je polsen. Deze week duik ik in de wereld van aerial sports. Andere los en helemaal terug. Yes! Hoppa! Hopla, en weer kramp in mijn voet. En weer. Oftewel luchtacrobatiek. Dan moet je denken aan veel te lenige mensen aan een paal, in silks of in een hoepel. In één keer draaien, ik heb je vast. Au, mijn kruis, mijn kruis. Au. Ze hebben me namelijk gestrikt voor een optreden in Theater Orpheus. Ik moet bijna huilen. Ja, gewoon omdat dit niet te doen is, joh. Oké, ik ben er bij Anders Paaldans Studio. Je ziet de vlag al hangen. Ik heb voor het eerst de neiging om weg te rennen. Ik heb geen idee waar ik ja tegen heb gezegd. Ik begin echt te knijpen. Wie haalt het nou in zijn hoofd om in 4 weken te proberen om paaldans onder de knie te krijgen? Dit is natuurlijk echt vragen om problemen. Maar goed, we gaan ervoor. Hi, Linda. Zo, wat goed dat je er bent. Wat leuk. Dus we gaan jou eens eventjes klaarstomen voor een prachtige voorstelling. In 4 weken, niet minder. Dus zullen we eens even gaan kijken wat je allemaal kan. We beginnen even bij de paal. Uiteindelijk hebben we 3 dingen waar we uit kunnen gaan kiezen. Dus of de paal, of de silks en de hoepel. En we gaan even kijken waar ligt nou jouw grootste kracht en dan gaan we daarmee aan de slag. En de basis van alle stapjes is eigenlijk de pole step. Je bent rechtshandig, denk ik. Dus als je rechts bent, dat betekent dat rechts is altijd bovenaan de paal. En je zet je rechtervoet neer en je draait er eigenlijk 1 draaitje omheen. En je landt weer op je andere voet. Dus... Okay. Goed, rechterhand in de paal, rechterbeen, voet neer en land en dan. Perfect. Easy, easy. Het ziet echt heel mooi uit al. Oké. Voor de volgende stappen we hem door. Dus je doet hem weer hetzelfde. Je landt en val je door achterover in je knie. Boom, tot op de grond. Dus je stapt omheen. Stap 1 is je voet. Voet. Te laat. Linkerbeen er mooi wijd omheen. Zet hem neer. Stap 1, stap 2. Je doet helemaal niks wat ik zeg. Au, met die kramp in mijn voet. Heb je kramp? Voor de tweede gaan we silks doen. Zeker omdat je er ook in kan zitten, hoef je er ook niet zo extreem veel kracht voor te hebben. Want je kan best wel gewoon relaxed zitten. Oh, dat lijkt me wel wat. En je kan hier ook shapes in maken. Dus als je hierheen gaat, eventueel bijvoorbeeld ondersteboven. Wauw. Yes. Heel goed. En durf je nou je rechterbeen omhoog te steken. Dus je gaat goed vasthouden. Zo? En buiten het doek langs. Ja. Oh. Oh, je zakt helemaal onderuit. Ja, dat is niet de bedoeling, denk ik, of wel? Nee hoor. Oh. Oké. Gaan we hem ietsjes hoger, maar nu zit je er echt op. Beetje duizelig. Het is echt gelijk weer, weet je wel. Je legt hem nu net boven je kont. Dus je doet hem net hier. Boom. Je valt een beetje achterover. Je loopt er tegenaan. En dan kun je steeds verder omhoog lopen, totdat je hier ligt. En als je hier ligt, dan laat je je voeten los. En dan merk je dat je hier gewoon kan blijven hangen, zonder dat je iets doet. En hoe lang moet die act ook alweer zijn? 2 minuten. Dus als ik 2 minuten gewoon zo op de kop hang, dan hebben we hem ook? Ja, dan ben je er al. Ja, dat is knap zat. Probeer eens je handen los te laten. Durf je dat? Mijn handen los? Ja hoor. Oké. En nu gaan we draaien. Hou je benen mooi wijd. Dit is helemaal prima. Oké. Krom dit been. Maak hem krom. Zo? Ja, krommer, krommer, krommer. Dan gaan we naar voren. Pak de paal voor je neus. Pak hem maar en strek je benen open. Dit is een heel mooi stukje voor een act. Ja? Absoluut. Ziet er prachtig uit. Kracht op de paal. Voet overpakken. Andere los en helemaal terug. Yes! Hoppa! Hopla, en weer kramp in mijn voet. En weer. Oké. Dit wordt hem niet echt. Au. Zijn we aangekomen bij de hoepel. Let's go. Oké, laten we eerst maar even schommelen. Yes, iets naar achter. Oeh. Durf je handen ook los te laten? Mooi, kijk. There you go. Oeh. Zelfs een beetje cheeky, tuurlijk. Oh, je wordt al... Oh. En straks in zo'n act bijvoorbeeld zou je rustig kunnen draaien op deze manier. En dan kun je gewoon alleen maar mooi zijn. Ja, dit ziet er toch niet uit? Jawel, dit is al prima. Je doe het gewoon zo. Wat is haalbaar binnen 4 weken? Die silks, de paal of dit? Ik denk de hoepel. Hoepel is het meest haalbaar. Maar het is zeker uitdagend, want het is niet iets alledaags. Het is niet iets makkelijks. En als je geen achtergrond hebt waarbij je heel sterk bent of heel flexibel bent, dan is het echt een uitdaging. En dan treed ik ook nog op met kampioenen als Demi Brama en Iris Jaspers. Werk aan de winkel dus. Ik zoek hulp dichter bij huis. Felicia van Paaldans Studio Pocahontas helpt mij met de choreografie. Lukt het om een voetje op te tillen of 2? Oeh. Ja, oh, kijk, dat gaat. Heel belangrijk is om te proberen je voeten ten alle tijden mooi gepoint te houden. Ja, kijk maar of je je borst iets meer naar de spiegel kan bijdraaien. Yes. En zit. Kijk. Dan mag je dus afduwen op de grond. En zit gelijk naar je knieën. Yes. Lachen. Ja. Yes. Want dan heb je hier gelijk weer een mooie move. Ik heb je vast. Au, mijn kruis. Ja, daar wil je precies niet komen. Oké, ga maar terug. Maar als je hem goed aangespannen houdt, dan komt het helemaal goed. Yes. En 1 keer doordraaien. Yes. Hey. Kijk. Dit is hem? Ja. Yes. Pakken. Duwen, duwen, lachen. Yes, hartstikke goed. Ik zou zeggen, kijk het even aan. En pijn went ook, hè? Dat is echt zo. Pijn went best wel snel. Pijn went. Oké, dus ik moet gewoon door de pijn heen. Tuurlijk. Pijn went. We gaan ervoor. Yes. Nou, heel veel succes. En ik ga je aanmoedigen vanuit het publiek, denk ik. Ja. Yeah. So make me proud. Vandaag gaat het gebeuren. Ik ben bij Theater Orpheus in Apeldoorn. En vanmiddag moet ik hier dus optreden voor een volle zaal. Ik heb nog nooit in de afgelopen dagen zo vaak gedacht... laat ik niet goed worden, opgenomen worden in het ziekenhuis, flauw vallen... zodat ik maar niet hoef op te treden. Ik vind het zo spannend. Hey Linda, welkom bij Orpheus. Vandaag is je grote dag. Kom je verder? Ik zal je de theaterzaal even laten zien. Spannend. Verder. Oeh. Kleedkamer. Veel gezelligheid. Super. Hi. Hallo. Hi. Een beetje oprekken. En hoe komt u bij paaldansen? Ik heb eigenlijk nooit... Oh ja, sorry. Heel veel plezier. Heel veel succes. Ja, dankjewel hè. Oh, ik moet zo. Ik sterf echt 1000 doden. Oh, ik moet bijna huilen. Onze volgende deelnemer is niet echt bekend in de pole of aerial wereld. Het ziet er fantastisch uit. You're gonna kill it. Yes, heel veel succes. Never know how much I love you. Never know how much I care. Yes. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up in the car. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Gewoon afgemaakt, alles ging mis en je doet het gewoon van voor tot eind. Dit wordt nog moeilijk. Het gaat nu echt karakter aan je act. Dit was heel grappig. Beter nog dan. Ja, grappig. Het was verre van grappig. Maar ik had nooit verwacht dat ik dit kon. Bij Paaldans en airhoop is het dat je vooral echt heel veel nodig hebt qua kracht en qua lenigheid en conditie. Waardoor het een hele technische sport is. En vaak zie je dat mensen ofwel heel lenig zijn ofwel heel sterk, maar weinig te combi van allebei. Oh, oh, ah. En dan moet je ook nog op je tanden bijten van de pijn. Het is toch te pijnlijk nu. Ik moet heel even stoppen, denk ik. Ja, ja, je hebt wat dat betreft wel het meest pijnlijke apparaat gekozen van de silkpaal en hoepel. Dat heb ik gemerkt. Ik zit onder de blauwe plekken. Wat heb ik een respect gekregen voor deze sport. Jij ook? Geef de video dan even een duimpje.